Hi. Hi. Hallo. Gelukkig. Dag je. Oh, hè? Ik denk, wat flip, waar blijft ze? Hier ben ik. Lieve. Oh. 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 Ga je mee lekker? Ja, natuurlijk. Kom, ga. Oh, zo fijn. Ik neem allemaal mee, hoor. Goed. Doeg. Oh, zo fijn. Lieve. Als ik meiden van mijn leeftijd zie met hun moeder, dan zou ik eigenlijk wel willen schreeuwen. Geniet van je moeder, van de gezondheid, van haar, dat ze er nog met de verstand bij is, weet je. Als je het hebt, dan besef je het bijna niet. Kijk, hier is Geert geboren, zie je dat? Ja. En waarom heet hij Geert? Naar mij. Ja, hey. Ja, nou, dat is toch trots. Geertje is 78 jaar en heeft de ziekte van Alzheimer. Sinds 2 jaar woont ze op een gesloten afdeling van een verpleeghuis. Dochter Maggie ziet hoe de moeder met wie ze opgroeide steeds verder verdwijnt. Mam was en is een extraverte persoonlijkheid. Heel duidelijk aanwezig. Ze had vroeger heel duidelijk ook haar mening. Die ze absoluut niet onder stoelen of banken stak. Maar het was ook een gezellige moeder. En het was ook een moeder als je binnenkwam die naar je oog keek en dan wist, er klopt iets niet. Ja, het was absoluut een sterke, ja, markante persoonlijkheid. Als de man van Geertje 5 jaar geleden overlijdt, beginnen de symptomen van dementie zich te openbaren. Geertjes kinderen krijgen door dat het niet goed gaat met hun moeder. Ja, dat ze haar zijn verloor, dat vond ik echt zo erg. Dat ze afhankelijk van ons werd, dat ze bevestiging bij ons kwam zoeken, terwijl ze dat voorheen echt nooit nodig had. Dus dat hele, ja, afhankelijke, ja, verdrietige en die angst die ik elke dag bij haar las, voelde en ervoer, dat vond ik echt afschuwelijk. Heb je de goede kant? De hele kant. Okay. Inmiddels is de dementie bij Geertje zo ver gevorderd dat er angst en paniek hebben plaatsgemaakt voor berusting. Maar steeds meer raakt ze de grip op de realiteit kwijt. Hoe heet jij? Ik heet Geert. Geert, en ik heet Geertje. Ja, echt? Wat speelt er zich af in je hoofd? Je begrijpt gewoon soms de content niet. Je snapt ook de context van de verhalen gewoon helemaal niet. Het ene moment is alles er, het andere moment is er niets. Wat zou je willen vertellen? Nee, onze druk is niet in de... Die is ook niet op... Hoe heet ze dat? Marinering. Ja. En uiteindelijk is dat... De pijn van deze ziekte, het verliezen van je waardigheid, het verliezen van je zijn, van wie je ooit was. Dat je teruggaat naar kind zijn of nog anders. Dat je zo totaal iemand anders wordt dan dat je was. En dat je daar dan eigenlijk ook niet meer in gekend wordt en ook bijna niet meer in geëerd wordt. Weet je, het wordt bijna vergeten wie je was door wie je nu bent. En ik vind dat niet mag gebeuren. Lekker aardappels. Oh, zo lekker. Met papstip. Deze ziekte die verdient veel meer aandacht. En dan niet vanuit het perspectief van een Alzheimer-patiënt, maar ook wat voor impact het heeft op het leven van zo'n hele familie eromheen. En ik geloof niet in toekijken. En dan komen we misschien ook wel bij hoe we zijn opgevoed. We hoeven niet allemaal op de bank te gaan zitten en afwachten tot er maar een keer een medicijn komt of een methode waardoor dit genezen kan worden. Ik geloof dat we daar allemaal aan bij kunnen dragen. Ik ga een tatoeage laten zetten ter ere aan mama. En het symbool is hoop, geloof en liefde. Want uiteindelijk is dat het fundament wat ze ons heeft gegeven. Geloof in God, liefde voor het leven en ook hoop voor de toekomst. En dat wil ik vereeuwigen in de vorm van een tatoeage op mijn arm. Zodat ze altijd heel dicht bij me is en het ook een mooi statement is wat ik zonder woorden kan laten zien. Cool! Heel blij. Echt heel blij.